groeit op het goed liefdink en is net volwassen als de Gelderse oorlogen beginnen. Hij trouwt voor 1518 met Lise Huberts, die met haar ouders vermoedelijk daarvoor van Utrecht naar Deventer is verhuisd. Het goed liefdink gaat over op Wolter zijn oudste broer Herman Liefdink, de eerste zoon van Rijnd. Het goed blijft daarna nog 4 generaties in het bezit van de familie Liefdink, waarna het verkocht wordt aan Johan te Perenpas. Nog later komt het goed in handen van Gerrit Jan Nagel, heer van Ampsen, in wiens familie het de eeuwen daarna blijft. Gerrit Jan Nagel heeft het huidige kasteel Ampsen begin 17e eeuw laten bouwen. Het ligt ten noorden van Lochem, op een steenworp afstand van het goed Liefdink. Op 15 april 1518 kopen Wolter en Lize een huis in Deventer. Vermeld als dat erve en de huis, gelegen te Deventer, in de Rijkmanstraat op den Berg, tussen Meint Enderink en Peter Becker. Rond die tijd krijgen zij hun eerste en enige kind, een zoon, die de naam Rijnd krijgt, naar Wolter zijn vader. In de Rijkmanstraat bezaten Lies haar ouders, Hubert Johans en Griete, ook een huis. In ieder geval sinds 1498. En 3 jaar na Wolter en Lize kochten zijn broer Dirk Liefdink en zijn huisvrouw Else daar een huis tussen Keurkampsgang en Willem op den Oord. In 1519 wordt Wolter ingeschreven als burger in Deventer. Ingeschreven worden als burger of borger betekende dat je burgerrechten had, meestal kocht je deze, soms kreeg je ze van de stad, als men je daar graag wilde hebben. En daarmee had je dan bepaalde voorrechten, zoals het recht iets te mogen verkopen in een stad. En je had ook plichten, meestal het betalen van een vorm van belasting. In het geval van Wolter, hij wordt koopman en handelt vanuit Deventer met de stad Bergen in Noorwegen. In de late middeleeuwen kon Deventer uitgroeien tot een van de belangrijkste handelscentra op het huidige Nederlandse grondgebied. Dit was mede te danken aan de gunstige ligging. De IJssel bood in noordelijke richting toegang tot het Noord- en Oostzeegebied en zuidwaarts tot het Rijnland. De Oost-Westroute over land liep ook via Deventer en vormde een verbinding met Duitsland en Holland, Zeeland en Vlaanderen. De goederen die via Deventer verhandeld werden, waren talrijk en gevarieerd. Uit Noorwegen kwam niet alleen stokvis, maar ook huiden, haring en paling. Handelaars met de Noorse stad Bergen werden bergvaarders genoemd. Om niet met lege schepen te hoeven varen, hadden de kooplieden op de heenreis naar het noorden laken, zout en wijn als lading. De grote economische bloei die Deventer in de middeleeuwen heeft gekend, is voor een belangrijk deel te danken aan deze bergenvaders. Deventenaren danken er hun bijnaam aan, stokvissen. De keerzijde van de medaille was voor de oorspronkelijke bewoners van de stad Bergen, want de brug te Bergen was de oude stad, die langzamerhand uitsluitend eigendom der Hanzegenoten geworden was, alwaar zij hun kantoren en factorijen bezaten en de ganse Noordse handel zich als in een middelpunt verenigde. Armoede had de Bergense burgers deze voor den handel uitnemend gelegene plaats doen verpanden, eindelijk geheel doen afstaan, en zij waren genoodzaakt aan de andere zijde van de zeeboezem de zogenaamde nieuwe stad te bouwen. Wolter zijn medevernoot, Meint Buring, is lid van het Bergenvadersgilde van Deventer. Dit is het gilde van handelaars die op bergen varen. Het is mogelijk dat Wolter daar ook lid van is geweest. Dit zijn de gilderolden van het gilde.
In deze periode was Gelre bijna continu verwikkeld in oorlogen en conflicten. De Gelderse oorlogen duurden van 1502 tot 1542. In 1515, toen Wolter nog in Exel woonde, zag de machtsverhouding er zo uit. In 1522, een paar jaar nadat Wolter burger werd in Deventer, zo. En nog later in 1538 zo. Wolter en zijn vrouw hadden in Berg een huis en toebehoren. Mogelijk in verband met de bijna voortdurende onrust in Gelre hebben zij zeer waarschijnlijk ook in dit huis gewoond. De bezittingen bestonden namelijk behalve uit een huis met hof ook uit drie schuren en het achtste deel van één of meer winkels. Daarnaast laat Wolter zich in Deventer vertegenwoordigen door zijn medevennoot en treedt zelf niet op als rechtspersoon. Of hun zoon bij hen in Wergen woont of hen daar bezoekt, is niet bekend. Wolter en Lise sterven op vrij jonge leeftijd, voor 1531. Het is niet duidelijk hoe en waar ze overlijden. Sommige bronnen geven aan in Utrecht, waar Lise haar familie vermoedelijk vandaan komt. We gaan verder met het bewogen leven van hun enige nagelaten zoon Rijnd, die dan nog maar 12 jaar is. Rijnd wordt, nadat zijn ouders zijn overleden als hij 12 jaar is, waarschijnlijk opgevoed door zijn grootmoeder en tante van zijn moeders kant, Griete en Meinte. Zij worden beide genoemd als erfgenamen in een testament dat hij opmaakt in 1531. Twee ooms van zijn moeders kant, die ook in Deventer wonen, worden benoemd als zijn officiële voogden. Hij neemt zich in dat testament voor om naar Bergen in Noorwegen te reizen, om daar onderlinge rekeningen te vereffenen die openstaan tussen zijn overleden vader en diens medevernoot Johan Touwslager. Ofwel deze Johan is nog in Bergen, ofwel Rijn gaat in Bergen een inventarisatie maken van zijn bezittingen en schulden. Als hij 14 is, in 1533, verandert hij zijn testament en beëindigt het voogdijschap van zijn ooms. Hij herroept zijn vorige benoeming van erfgename aan zijn moeders kant en benoemt nu alleen zijn tantes en ooms van zijn vaders kant. Blijkbaar stelt hij zijn vertrouwen in de familie van zijn vader. Rijn trouwt voor 1538 in Deventer met Nielken Jacobs Hamaiker uit Deventer. Beide zijn dan 20 jaar oud. Ze krijgen 5 kinderen. Het eerste kind, een zoon, wordt Wolter genoemd naar Rijns vader. Hij wordt geboren in 1539. In 1541 verkopen Rijnd en Nielke hun bezittingen in Noorwegen aan de eerder genoemde medevennoot van zijn overleden vader, Jan Touwslager, en zijn vrouw Anna. In 1543 eindigen de Gelderse oorlogen en moet Gelre zich gewonnen geven aan de Romeinse overheersing in de persoon van keizer Karel V. En vanaf 1555 onder de Spaanse koning Philips II. Met de overheersing kwam ook de onvrijheid van godsdienst. Men moest zich bekeren tot het katholieke geloof, of men wilde of niet. Rijnd verliest zijn vrouw Nielken op jonge leeftijd rond 1560. Ze is dan ongeveer 42 jaar oud. De jongste van hun kinderen zijn dan nog jong. Rijnd hertrouwt vrij snel daarna in 1560 met Greta Smenk. Rijnd is burger van Deventer en van 1550 tot 1568 gemeentsman, wat betekent dat hij lid is van het college dat de burgerij vertegenwoordigt bij het Deventer stadsbestuur.
Het stadsbestuur legde zich niet zomaar neer bij de verplichting tot het katholicisme onder de Spaanse koning. In 1566 erkende het stadsbestuur het recht van de protestanten op vrije godsdienstuitoefening en stelde daar de Mariakerk voor beschikbaar. De landvoogd namens de Spaanse koning, de hertog van Alva, was het daar niet mee eens en stuurde in 1568 een bezettingsgarnizoen van 900 Waalse soldaten, dat door de stad zelf onderhouden moest worden. In datzelfde jaar begon de Tachtigjarige Oorlog, de opstand van de noordelijke Nederlanden tegen de overheersing van het Roomse Rijk. Het jaar daarna, in 1569, is er wel een akte waarin Rijnd voorkomt als gemeensman, echter zijn naam is in die akte doorgestreept. Er is nog een akte gevonden van dat jaar waarin zijn naam is doorgestreept. Bij verder onderzoek blijkt dat Rijn voorkomt in het register van criminele informatie. Hij blijkt in 1572 opgepakt te zijn door de Spaanse soldaten van hertog en legeraanvoerder Alva en in de gevangenis van Deventer te zijn beland. De reden dat hij gevangen genomen is, is dat hij betrapt is in de landvrijheid, het gebied rondom Deventer. Hij mag daar niet komen omdat hij uit Deventer en het omliggende gebied is verbannen. In hetzelfde stuk blijkt ook waarom hij is verbannen. Hij heeft namelijk een zogenaamde doodslag begaan. Het hoe en wat omtrent deze doodslag ontbreekt. Mogelijk is dit 3 jaar daarvoor gebeurd, toen zijn naam is doorgestreept als gemeensman. Rijn probeert zich echter in 1572 aan te melden om in dienst te treden bij het Spaanse leger en wil misschien op deze manier proberen in Deventer terug te keren. Dat lukt hem helaas niet en hij wordt dus opgepakt en gevangen genomen. Nadat verschillende familieleden en andere burgers een goed woord voor hem doen, beslissen de schepenen en raad van Deventer om Rijn op vrije voeten te stellen, op voorwaarde dat hij zich niet meer in de stad en omgeving laat zien. Het is niet bekend waar Rijnd na zijn vrijlating naartoe gaat en of zijn vrouw Greta dan bij hem is. Hij overlijdt in ieder geval voor 1578 rond de leeftijd van 60 jaar. Mogelijk in Utrecht, waar verschillende van zijn kinderen zich hebben gevestigd. Zo ook zijn oudste zoon Wolter.